Jongens en meisjes, dames en heren, hooggeëerd publiek, hartelijk welkom in Sporthal Beverwijk voor de Ernst en Bobby Show. Hebben jullie er een beetje zin in, jongens en meisjes? Hartstikke mooi, dat komt echt erg goed uit, want we gaan er vanmiddag een geweldig feest van maken. Zullen we maar gewoon gaan beginnen? Geef ze een daverend applaus, Ernst en Bobby! Ernst, Bobby en de rest. Allemaal! Ernst, Bobby en de rest. Dat kan harder! Ernst, Bobby en de rest. Zing allemaal maar mee! Ernst, Bobby en de rest. Heb je aan vieze tantes huiswerk maken, pianoles? Of aan speelgoed dat steeds stuk gaat, ook de pest? Oh, kijk dan naar Ernst, Bobby en de rest. Allemaal! Ernst, Bobby en de rest. Dat kan harder! Ernst, Bobby en de rest. Nog een keer! Ernst, Bobby en de rest. En hier is hij dan, de grootste soepkip aller tijden. Hij heeft een gek petje op en een gele jas aan. Hier is hij, Bobby! Ernst, Bobby en de rest. 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 Ik zeg hallo. Ik zeg hoi. Ik zeg hyper de piep. Inderdaad, hyper de piep. Hoera jongens, want er is vandaag iets heel erg leuks aan de hand. Er is iemand jarig. Hij heeft een groene bril op, donker haar. Het is mijn allerbeste vriend en zijn naam is... Ja! Ernst is precies vandaag jarig. Vinden jullie dat leuk? Hé, maar dan had ik gedacht, zullen we een liedje voor hem zingen als die dadelijk komt? Oké, nou heb ik ooit eens een keertje van mijn oma, heb ik een heel ouderwets liedje geleerd. En het leek me zo leuk om dat even met jullie in te studeren. Vinden jullie dat goed? Oké, nou, hij begint zo. Lang zal die leven, lang zal die leven. Jullie kennen dat liedje al. Ik dacht dat het een heel onbekend liedje was, maar iedereen die kent het. Maar wacht even, dan moeten we het even goed instuderen met z'n allen. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Hyper de pieper de piep. Hyper de pieper de piep. Hyper de pieper de piep. Wat leuk! Horen jullie dat ook? Ik hoor een bel. Oh, er staat iemand voor de deur te bellen. De visite is er al. Ik kom eraan. Wat doen jullie nou allemaal weer hier? Hebben jullie Bobby gezien? Ja. Hebben jullie Bobby gezien? Ja. Hebben jullie daar bovenin ook Bobby gezien? En jullie ook? Maar waar is die? Waar? Aan die kant? Daar! Bobby! Nou, dat is ook raar. Er staat helemaal niemand voor de deur. Wacht even, misschien bij de nooduitgang. Ah. Nee, daar is ook niemand. Er is niemand! Wat? Wie was hier? Ernst? Waar is hij naartoe gegaan? Waar naartoe? Ernst! Ernst! Snap het niet, ik snap het niet, ik snap het niet. Nou ben ik daar geweest, maar daar was hij niet. Toen ben ik daar geweest, maar daar was hij ook niet. Nou ben ik hier op het nummer, dan zie ik niet. Maar jullie zeiden dat hij... Ernst! Bobby, wat doe jij nou weer hier? Ja, wat doe jij nou hier? Ja, ik was jou aan het zoeken. Maar... Wat is er? Ernst, wat zie je er gek uit? Ik zie er helemaal niet gek uit. Dit is mijn pyjama, ik kom net uit mijn bed, ja. Het is 2:30 hoor. Het is middag.
dat weet ik wel. Nou, ik zal het je uitleggen. Ik was gisteravond hier al. En toen heb ik alles klaargezet, heb ik slingers opgehangen en de stoel versierd. En toen is het zo laat geworden, toen ben ik tussen de middag nog even gaan slapen. Waarom heb je dan al die slingers opgehangen, Ernst? Poppy, ik ben... Wat? Poppy, het is vandaag een hele bijzondere dag, man. Ik vind het een hele gewone dag, ik vind het een beetje koud zelfs. Poppy. Er is er één. Uit zijn bed gevallen. Ja, ik zie het, zeg. Ah, deed zeer. Het is helemaal rood hier. Bobby, het is een liedje. Oh, een liedje. Er is er één. Twee, drie, vier. Hoedje van, hoedje van. 1, 2, 3, 4. Hoedje van papier. Jongens en meisjes, hij is mijn verjaardag vergeten. Al laat maar zitten hoor, die verjaardag. Nee hoor, Ernst. Laat jezelf maar zitten. En luister maar eens wat wij met z'n allen voor jou hebben ingestudeerd. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. In de gloria. Hiep de piep. Hiep de piep de piep. Hiep de piep de piep. Jullie zijn mijn verjaardag helemaal niet vergeten. Nee. Kijk eens, Ernst. En we hebben een speciaal hoedje van papier voor je. Dan kan iedereen zien dat jij de jarige bent. Bobby, ik dacht dat je mijn verjaardag vergeten was, man. Wel nee, Ernst. We vergeten toch nooit iemands verjaardag. Dat is waar ook. Dat is waar ook, Bobby. Wij vergeten nooit een verjaardag. Weet je nog, Bobby? Weet jij nog dat wij een keer de verjaardag hebben gevierd van de dieren in de dierentuin? Weet je wel? Die ben ik net vergeten. Weten jullie dat nog, jongens en meisjes? Toch? Bobby, jawel. Denk nou na. Toen hebben wij de verjaardag gevierd, Bobby, van dat hele grote grijze beest met die slurf. Ik weet het. Je weet het. Mag ik het zeggen? Ja, mag het zeggen. Dat was die grijze muis. Maar dat was niet dat was een staart, hoor. Dat was niet een slurf. Dat is een staart. Slurf zit hier. Bobby. Een groot grijs beest met een slurf. Soepkip. Oh, ik weet het. Je weet het. Mag ik het zeggen? Je mag het zeggen. Het was een soepkip. Ja? Jongens en meisjes, help mij eens even. Dat beest, dat was een... Een olifant. Dat is waar ook. Maar wacht eens even. Dan heb ik een vraag aan jullie. Hoe heette die olifant? Jumbo! Jumbo, ja! En daar kennen we een liedje van. Welk liedje? Een liedje, ja, jarig. Dat is waar ook. Kennen jullie ook, jongens en meisjes? Ja. Maar weet je wat, dan gaan we gewoon in het refrein met z'n allen meezingen. Zullen we dat doen? Wat een goed idee, natuurlijk. Vandaag is Jumbo 66 jaar. Hij zet koffie, thee en limonade klaar. En zegt tegen de dieren dat hij een partijtje geeft. En dat ze mogen komen, want dat is wel beleefd. Ja, jaren. Klap eens mee. Zet de cadeautjes daar maar klaar. Want er is er hier weer eentje jarig. Jarig, zet de cadeautjes daar maar klaar. Jarig ben je één keer in het jaar. Ja. Bij een apenpartij is de chaos snel compleet. Wie er nou jarig is, niemand die het weet. Cadeautjes liggen overal, papier vliegt in het rond. Ja, bij de apen gooien ze cadeautjes op de grond. Ja, jarig, zet de cadeautjes daar maar klaar. Want er is er hier weer eentje jarig, klap maar mee. Jarig, zet de cadeautjes daar maar klaar. Jarig ben je één keer in het jaar, ja. Dat kan beter. Gezellig op één been. Ja, jarig. Zet de cadeautjes daar maar klaar. Want er is er hier weer eentje jarig. Jarig. Zet de cadeautjes daar maar klaar. Jarig ben je één keer in het jaar. Ja. Zet de cadeautjes daar maar klaar, want er is er hier weer eentje jarig. Jarig, zet de cadeautjes daar maar klaar.
jaren ben je één keer in het jaar, ja, ja, ja. Iets harder. Jaren ben je één keer in het jaar. Applaus! Bobby, hou daarmee op. Hou eens op, man. Hou op. Jij gaat toch niet zomaar de zaal in blaren dat je een applaus wil? Zo gaat dat niet, hoor. Hoe dan? Bobby, als jij een applaus wil, dan moet je ze dat vragen. Mag ik applaus? Yes. Nee, soepkip. Als je een applaus wil, ja? Je hebt een lied gezongen, je wil een applaus. Dan vraag je dat, maar dan vraag je dat zonder woorden. Wat ben je nou aan het doen? Bobby. Ben mijn stem kwijt! Oh. Hij doet het weer. Erg leuk, Bobby. Erg leuk. Er is allemaal spuug in mijn nek. Oh, smeerlap. Daar ga blijf van me af, zeg. Bobby, je snapt... Je maakt dat alleen maar erger. Je snapt het niet. Bobby, kom eens naast me staan. Als je een applaus wil... Ik zal het je voordoen. Dan ga je zo staan. Ja. Nou, weet je wat? Doe het maar zelf. Ga maar staan. Je kijkt de zaal in. Je kijkt alle jongens en meisjes aan. Je doet twee passen naar voren. En dan maak jij een sierlijke buiging. Oh, een dierlijke buiging. Dat kan ik heel goed. Wacht even. Of ruff. Of miauw. Of deze. Wat ben je aan het doen? Dat was een hamster. Een buigende hamster. Een dierlijke buiging. Leuk. Leuk idee van jou ook. Man, ik heb het niet over een dierlijke buiging. Huh? Ik heb het over een sierlijke buiging. Kom eens naast me staan. Oh. Wij geven elkaar een hand. Wij kijken de zaal in. Wij doen twee passen naar voren. En dan maken wij een sierlijke buiging. En dan moet jij eens opletten wat al deze jongens en meisjes gaan doen. Let maar op. 1, 2, 3. Dan krijg je een applaus. Oh, lekker. Gaan we door. Gaan we door. Bobby, sta. Bobby, sta. Oh, het is geinig. Lekker. Kunnen we nu dan gaan beginnen, alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Maar Ernst? Wat is er? Wat is er? Je staat in je pyjama. Ja, ik kom net mijn bed uit. Ja, dus misschien... Zal ik me gaan verkleden, jongens en meisjes? Oké. Nou, ben ik het goed gemaakt? Ik ga me even verkleden. Ben ik over een half uur. Nee, en dan ben ik terug. Je kan niet nu een half uur weg. Ja, maar ik ben jarig. Dat kan wel. Ja, maar alle jongens en meisjes zeggen voor jou gekomen, papa en mama. Als kan ik nu een half uur weg. Kan ik een half uur weg, jongens en meisjes? Ernst, kom eens even hier. Als ik er nou zo voor ga staan, doe jij die broek uit? Hou op. Ik ga toch niet mijn broek uittrekken terwijl iedereen staat te kijken. Oh ja. Jongens, wacht eventjes. Doe even allemaal 5 seconden je ogen dicht. Even 5 seconden. Even je handen voor je ogen. Even allemaal zo. Ja, heel goed. Heel goed. Nee, hou op, Bobby. Hou op. Kijk nou. Zitten al die moeders daar en die daar. Oh, die zijn het die moeders? Ja. Die zitten allemaal te kijken. Er is niks aan, hoor. Moet die uit die broek? Ja! Hou op, Bobby, ik doe het niet. Bobby, ik doe het niet. Hou daarmee op, Bobby, ik doe het niet. Dit is een keurige voorstelling. Ik ga niet op het toneel beproeven. Hoe is het? Zo dan. Kijk. Kunnen jullie wat zien? Kijk. Hé, hou op, zeg. 5 gulden. Hé, Bobby, hou op, zeg. Kan ik me gaan verkleden? En dan kan jij je verkleden. Ernst, ga ik er nog eens voor staan? Ben ik een soort wachter ben ik dan? Dan kan jij rustig verkleden. Ernst, gaat het goed? Nee. Waarom niet? Maar ik kan niet daar mijn kleren... Bobby, ik kan niet bij mijn kleren... Pak jij mijn kleren? Nee, je moet je kleren pakken. Gewoon pakken, aandoen, broek aan. Bobby, mijn kleren daar. Ik kan er niet bij. Pak jij mijn kleren even. Pak mijn kleren nu! Zo. Bobby, wat doe je nou, man? Die staat er niet bij de kaart. Bobby! Klaar! Nee! Oh. Hebben jullie wat gezien? Ja. Wat doe je nou, man? Is het waar wat ik zag? Oh. Ja. Hij heeft een lange onderbroek aan! Hou op, man! Ga weg met dit! Hou op! Waarom haal je dat scherm weg? Ja, je moet meelopen! Meelopen? Ja, ik ging die kleren pakken. Want dit scherm is een beschermscherm. Dat zie je ook niet. Loop je mee? Ja! Tel maar even mee. 1, 2, 3. Slaat dit op. Heb je hem? Ja, kan ik me nou gaan verkleden? Nee, we gaan terug. Terug? Ja, we gaan ook weer terug. Tel maar mee. 1, 2, 3. Zo. Oh, ja, draai je om. Weet je dat ik helemaal hartklopping heb? Fijn. Nou,
draai je nou om, man? Laat me nou even rustig. Hou op, ik wil me rustig verkleden. Oké. Ik ben jarig. Ja, weet ik. Nou, ga maar verkleden. Hey jongens, luister eens eventjes. Wie van jullie is er net zoals Ernst misschien toevallig vandaag jarig? Ben jij echt jarig? Nee, toch. Dat is toch niet waar? Wacht even. Even luisteren. Wat? Was jij echt jarig? Ja. Nee, maar ik bedoel vandaag? Ja. Hoe oud ben je geworden dan? 5. Bobby. Ja, wat is er? Bobby. Wat is er? Ik ben klaar. Oh, wacht even. Dan moeten we even tellen. En dan komt Ernst vanzelf komt hij tevoorschijn. 1, 2, 3. Ah, gosh, wat zielig. Wat is er nou weer zielig? Moest je nou dit aan van je moeder? Bobby, doe niet zo flauw, zeg. Je moet niet zo flauw doen, Bobby. Dit zijn wel mijn mooie nette kleren. En daarbij vandaag moet jij al helemaal niet flauw doen. Waarom niet? Omdat ik vandaag jarig ben, ja? En als je jarig bent, dan ben je wel een klein beetje de baas, ja? Dat is waar, Ernst. Want als je jarig bent, dan mag je meestal iets later naar bed. En je mag meestal ook cadeautjes uitzoeken. Of je krijgt cadeautjes. En je mag meestal zeggen wat je wil eten. Precies. Dus dan ben je een beetje de baas. Zo is het. En dan kennen we een liedje van. Welk liedje? Wie zijn hier de baas? Ja. Dat is waar ook. En kennen jullie ook, jongens en meisjes? Ja, toch? Zing maar mee. En wie zijn hier de baas? Nou, wie zijn er? Microfoon. We sturen de brandweer naar een uitslaande brand. Want vandaag hebben we alles in eigen hand. Oh, en wie zijn hier de baas? En zing maar mee. Zijn echte boy, zijn echte boy. Oh, en wie? En vindt een rat, die heet de baas. Dat is dan jammer, vandaag zijn wij de baas. Je hoeft vandaag niet naar school. Het is vakantie. Je hoeft vandaag niet vroeg naar bed. Ga maar om 9 uur. Je hoeft vandaag niet naar je oma. Je hoeft vandaag niet in het net. Ah ja. Want vandaag wordt er geen bank meer beroofd. En we zorgen dat alle brandjes zijn gedoofd. Oh. En wie zijn hier de baas? En brul het maar uit. Zijn echte boy, zijn echte boy. Oh, en wie? Hier, Bobby. Luister nou eens goed. We zeggen het nog één keer. Vandaag zijn wij de baas. Dus vergeet het nou niet meer. Je moet het niet vergeten. Je moet het onthouden. Joehoe! Wie zijn hier de baas? Met z'n allen. Op podium eindigt hier ineens. Ja, Bobby, kom nou op het toneel, man. Het is te kort. Bobby, kom nou hier. Jongens en meisjes, want daar wil ik het even over hebben. Wat kunnen jullie ontzettend goed zingen, zeg. Zingen jullie wel eens op school? Ja. Ja? Nou, weet je, Bobby, ik vind echt... Bobby? Ernst, en als je verjaart, dan krijg je een... taart! Een taart, mijn verjaardagstaart. Gaan vangen? Denk nog wel logisch. Ga je hem niet vangen? Nee. Echt niet? Komt ie? Hoi! Wat doe jij nou weer, man? Jokkerbrok, jokkerbrok. Waarom ben ik nou weer een jokkerbrok? Nee, je zei dat je hem niet ging vangen, maar je ging hem wel vangen, Ernst. Jo. Bobby, wat doe je? Bobby, dat is mijn verjaardagstaart. Nog een keer. Bobby. Ga je hem vangen? Ja! Zeker weten? Ja, ja. Echt waar? Hoi! Ja, 1-0. Bobby, wat doe je nou? Nou is mijn hele verjaardagstaart, is die helemaal... leeg? Leeg! Ta-da-da-da-ta-da! Is dat mijn echte taart, Bobby? Vind je hem mooi? Oh, die ziet wat er lekker... Wat een joekel, hè? Die ziet er lekker uit, zeg. Ja, allemaal lekkere stukjes fruit en slagroom en cake. Goed, en dan met man. Hun allemaal... Wat doe jij nou, Soek? Heb jij gooit mijn ver...
Je gooit mijn verjaardagstaart weg. Ik hoor een ontzettende knal. Bobby, wat doe je nou? Wat naar, man. Wat is er aan de hand? Ja, je gooit mijn verjaardagstaart weg. Ja, je gooit hem weg. Hallo. Hallo. Ik word nu goed van die gasten. Wie is hier eigenlijk doof? Zeg, jongens en meisjes, kunnen jullie mij even helpen met die jongens te roepen, ja? Daar gaat hij. 1, 2, 3. Ik hoor niks, dat kan beter. Daar gaat hij weer. 1, 2, 3. Ja? Wat is er? Wat is er? Hallo. Oh, Boer Kortel. Boer Kortel. Hallo. Ja, wat is hier eigenlijk aan de hand? Ik ben jarig. Ja. Jarig? Ik ben helemaal niet jarig. Nee, jarig. Oh, jarig. Ja. Zeg dat dan, praat dan eens wat duidelijker. Ja, ja. Weet je wat je dan moet doen? Ja. Lang zal ze leven zingen. Ja, dat hebben we al gedaan, dat hebben we net gezongen. Oh, dat heb ik anders nooit gehoord hoor. Oh. Je kan ook een echt boerderijlied zingen. Over mijn konijn bijvoorbeeld. Wat is dat een leuk liedje. Volgens mij hebben jullie dat nog nooit gezongen. Ah, jawel. Maar jongens, het is wel leuk, bedankt. Weet je wat jongens en meisjes, ik heb een idee. Wij gaan met z'n allen zingen... Mijn konijn. Ja. Maar dan moeten jullie wel iets, wil ik iets met jullie afspreken. Boer Kortel die is nogal doof. Dus als jullie het refrein meezingen, willen jullie dan extra hard meezingen? Tuurlijk. Is dat goed? Ja hoor. Het is feest, ik heb een konijn. En dat beest is helemaal van mij. Twee lange oren en een huppelstaart heeft mijn konijn. Mijn konijn, zwaai maar mee. Is dat ontzettend fijn. Mijn konijn, mijn konijn. Ik zou zelf wel konijn willen zijn. Nou jullie. Als hij hupt, hup ik met hem mee, door de kamer langs de wc. Huppen door de lange gang met mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Nou, jullie! Mijn konijn, wat is dat. Dat hoort hij niet hoor. Heeft in de tuin een hok, stro en water waar ik hem mee lok. Het is een heel gezellig huis bij mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Jullie! Mijn konijn, wat is dat ontzettend fijn. Ook mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Oh. Ik hoop dat mijn konijntje lang mijn vriend zal zijn. Ik kijk naar hem voordat ik slapen ga. Ik ben toch geen konijn? Dat lijkt er zo op. Hij heeft een prachtig hok, zelfs een douchegordijn. Hij krijgt stro en blaadjes sla. Het is feest, ik heb een konijn. En dat beest is helemaal van mij. Twee lange oren en een huppelstaart. Ik zou zelf wel konijn willen zijn, nou jullie! Mijn konijn, wat is dat? Wat kan harder? Mijn konijn, ik zou zelf wel konijn willen zijn. Oh, wat goed jongens! Oh, ik vind alles hartstikke goed! Ja, en ik niet. Hé? Nee. Jij niet? Nee, Bobby, natuurlijk vind ik niet alles goed. Wat dan? Ik vind inderdaad dat zij ontzettend lekker kunnen meezingen. Ja, ja, ja dat klopt. Maar, denk eens na... Ik heb mijn fiets niet op slot gezet. Bobby, denk eens na. Het regent buiten. Bobby, denk eens na. 1 en 1 is 2. Ja. Nou, laat maar zitten. Oh. Bobby, dan zal ik het je vertellen wat er aan de hand is. Jij hebt net mijn verjaardagstaart weggegooid. Wie? Jij! Oh ja. En wat is nou een verjaardag zonder verjaardagstaart, Bobby? Nee, dat is geen verjaardag. Nee. Precies. Weet je wat, Ernst? Dan halen we gewoon een nieuwe taart. Dat kan je niet zomaar halen. Of, wacht eens even, een oude taart. Ik zag er net een binnenkomen. Even kijken waar ze is gaan Bobby, dat is niet zo aardig om dat te zeggen. Oh. En daarbij, Bobby, dat kan helemaal niet. Zo'n ding moet je bestellen en... Oh. Nee, wacht eens even. Jongens en meisjes, wacht eens even. Wat is er? Ik krijg een idee. Moet je naar de wc? Nee, ik krijg een fantastisch idee. Jongens en meisjes, moet je horen wat ik heb verzonnen. Jongens, ga even rustig zitten, want dit duurt altijd even een tijdje. Jongens en meisjes. Oh, ze zitten natuurlijk al. Let op wat ik nu te vertellen heb. Oh, man. Wij, en dan heb ik het over Ernst en Bobby, gaan
Speciaal vandaag. Let je wel op, Bobby. Ja. Speciaal vandaag, omdat het mijn verjaardag is, gaan we... Bobby! Huh? No. Ja? Zit je op te letten? Ja, zeker. Ik heb alles woordelijk gehoord. Wat zei je ook weer? Ik was aan het vertellen dat wij, Ernst en Bobby, speciaal vandaag, omdat het de verjaardag is van Ernst, op... Let nou op, Bobby. Ja, ik blijf wakker. Maar moet je wel een beetje sneller praten? Iedereen valt in slaap. Het is spannend, het is spannend. Jongens en meisjes, wij gaan, en dan heb ik het over Ernst en Bobby, speciaal vandaag, omdat het de verjaardag is van Ernst. En omdat Bobby de verjaardagstaart heeft weggemaakt, gaan wij op dit toneel een nieuwe verjaardagstaart bakken. Een wat? Een nieuwe verjaardagstaart bakken. Nee, gaan we niet doen. We gaan leuk piano spelen. En dat we... Het zal best, Bobby, dat jij het leuker vindt om te gaan piano spelen. Ja, dat maar smaakt van, nee, ook... kom hier, wij gaan vandaag niet piano spelen, Bobby. Jij hebt mijn verjaardagstaart weggegooid en jij gaat mij helpen met het bakken van een nieuwe verjaardagstaart. Dat is helemaal niet leuk. Dat zal best dat jij niet leuk vinden, Bobby, maar wij gaan hem bakken en ik hoop dat hij lekker smaakt. En ik hoop dat hij lekker slaapt. Ja, hoop ik ook. Jongens en meisjes, en als je een echte verjaardagstaart wil bakken, dan heb je daarbij nodig een echt... Een echt kookboek, Bobby. Hier heb jij het kookboek. Sorry. Ik ben nog niet wakker. Ik ben net wakker, man. Oh. Bobby, je deed het expres. Nog één keer overdoen. Je deed het expres. Wie? Goed. Hier heb jij het kookboek. Nou ja. Je moet namelijk altijd heel erg voorzichtig zijn met kookboeken, Ernst. Die zijn heel verraderlijk. Wacht even. Wacht even. Wat ben je aan het doen? Wat doe je? Ja, dit is helemaal geen kookboek. Hoezo niet? Hij kookt helemaal niet. Hij is helemaal niet heet. Bobby, dat heet alleen maar zo, een kookboek. Is die toch heet? Grappig, erg grappig. Maar jongens en meisjes, met alleen een kookboek kom je er niet. Ik vraag nu jullie speciale aandacht en ik wil straks een keihard applaus. Want speciaal voor jullie is hier op dit toneel de enige echte keuken. Een applaus voor de keuken! Wat een onzin. Dank jullie wel. Nou jongens, helaas, we kunnen niet hier heel lang blijven. We gaan er weer vandoor. We moeten echt weer naar de volgende stad toe. We houden van jullie. Tot de volgende keer. De Bobby komt terug met die keuken. Opschiet en we gaan een verjaardagstaart nee, bakken. Nee, die keuken heeft nog een snabbeltje hier vlak in de buurt. Hè? Bobby, kom hier met die keuken. Wij gaan een verjaardagstaart bakken. Opschiet. Je moet niet zo schreeuwen tegen die keuken. De keuken kent ook gevoel. Ik schreeuw niet tegen die keuken. Ik schreeuw tegen jou en je komt nou hier. Zijn kookplaatje is helemaal koud. En een keuken kent geen gevoel. Nou, zijn kookplaatje is koud, Ernst. Hij is er niet eens. We zitten met z'n allen te wachten. Onder protest komt hij. Bobby, hij gaat staken, zegt hij net tegen me. Als je niet oppast. Bobby, doe nou eens serieus. We gaan een verjaardagstaart bakken. Maar zijn kookplaatje is helemaal koud, Ernst. Fijn, joh. Hij doet pas weer wat als jij zegt, sorry lieve keuken, dat ik zo tegen je heb geschreeuwd. En in het kastje zeggen, hier. Zo, waar slaat dat op? Met je mond hier. Dus als ik sorry, zeg, lieve keuken. Dus als ik mijn verontschuldigingen aanbied, dan gaan we weer verder. Misschien. Ik wil wel. Oké, sorry keuken, ik zal lieve niet meer keuken. Sorry lieve keuken, in het kastje. Sorry lieve keuken. Dat ik zo tegen je heb geschreeuwd. Dat ik zo tegen je heb geschreeuwd. Fijn, kunnen we nu gaan beginnen? Even luisteren. Nee, hij vindt het niks, tot ziens! Nee, Bobby, hier komen. Nee, luister, het is nou mooi geweest. Sorry. Luister. En ik ben ook de flauwste niet, weet je wat? Ik ga jou wel helpen. Ik ga voorlezen uit het kookboek hoe je een verjaardagstaart maakt. En ik? En jij gaat precies doen wat ik zeg. Is dat goed? Ja, is leuk. Zo. Oké, jongens en meisjes, Bobby, ben je er klaar voor? Helemaal klaar. Mooi. Een verjaardagstaart. We beginnen met 3 eieren. Doe voorzichtig 3 eieren in een pannetje. Doe daarna 1,5 liter melk erbij. Een kopje suiker. Daarna... Wat is er? Wat is er? Bobby! Waar is die naartoe gegaan? Bobby, wat... Bobby! Bobby! We zijn bezig met een... Bobby, we zijn... La, la, la. Wat kom jij... Bobby, wat ben je nou aan het doen, man? Ze zeiden net dat ze liever een kookrubriek hadden. Een wat? We doen een kookrubriek. En dan gaan we mooi, ga ik mooi spelen en dan zeg jij wat je gaat doen. Vinden ze leuk, dat is helemaal in. Een kookrubriek?
Oké, we maken er een kookrubriek van. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik doe de melk in de pan. Klontje boter daarachter aan. Ik doe de eieren er nu in. Want in koken heb ik zin. Dan nu de suiker, maar. En het beslag is bijna klaar. Kluts het lekker door mekaar. En smeer het in je haar. Ja, nee natuurlijk niet, je smeert het niet in je haar, soepkip. Dat beslag gaat in de oven. Kan het bijna niet geloven. Heb nou nog maar eventjes geduld. Zodat je strakjes lekker smeult. Ja jongens en meisjes, want zo maak je taart. Taart, taart. Zo maak je taart. Taart, taart. Joehoe. Wat zing je nou? Zo maak je taart. 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 Joehoe. Zo maak je taart, taart, taart. Nee, ho, 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 ho. Wat? Je doet het verkeerd. Nee, dat doe je wel goed, maar dit is een verkeerd liedje. Hoezo dan? Dit is het liedje van zo maak je kaas, kaas, kaas. Ja, dat weet ik wel, maar maak een taart. Er zit nog geen kaas in de oven, Ernst. Nee, er zit een taart in de oven. Maar Bobby, die taart die staat in de oven. Daar kunnen we nu toch een paar minuutjes niks aan doen. Oh. Kunnen wij misschien in de tussentijd even dat liedje van kaas zingen? Dat bedoel je, want het is wel een leuk liedje. Maar wacht even, dan moeten jullie meezingen van kaas, kaas, kaas. Kunnen jullie dat? Even oefenen. Oké. Okay. Zo maak je... Ja, dat kan toch veel harder. Veel harder. Zo maak je... Tuurlijk en nou extra goed. Zo maak je... Heerlijk van die dikke plakken. Zo maak je... Woehoe. Kaas is eigenlijk melk. Ja, kaas komt van de koe. Het is een mooi proces. Maar ik weet niet hoe. Kaas is pure zuivel. Dat betekent het is gezond. Ja, kaas herken je zo. Want kaas is namelijk rond. Vergeet het niet, het kost veel tijd voordat je kazen hebt bereid. Dus let goed op, onthoud het goed hoe je de kazen maken moet. Kaas, kaas, kaas. Ja, maar dat kan toch beter, jongens? Zo maak je. En dan twee weken zo hard. Zo maak je. Natuurlijk nog een keer. Zo maak je. Zo'n kaas maak je niet ineens. Die ligt lang te wachten. Zo'n kaas die moet dan rijpen. Hele dagen, hele nachten. Het lijkt wel saai, maar het moet. Zo'n kaas ligt daar soms weken. En daarna is die lekker, joh. Ja, dat is toch wel gebleken. Vergeet het niet, het kost veel tijd voordat je kazen hebt bereid. Dus let goed op, onthoud het goed hoe je de kazen maken moet. Kaas, kaas, kaas. Maar dat kan toch beter, jongens, met z'n allen. Zo maak je. En nog een keer. Zo maak je. En van die blokjes lekker. Zo maak je. Natuurlijk. Woehoe. Kazen zijn belangrijk. Belangrijk voor de boer. Hij maakt ze extra lekker. Het werk is reuze stoer. Hij draait de kazen dagelijks om. En dat is best zwaar werk. Ja, werken met die kazen. Ja, dat maakt je reuze sterk. Ja, vergeet het niet, het kost veel tijd voordat je kazen hebt bereid. Dus let goed op, onthoud het goed hoe je de kazen maken moet. Kaas, kaas, kaas. Nou jongens, dat kan harder. Zo maak je. Kom op jongens, nog een keer. Zo maak je. Natuurlijk harder. Zo maak je. Zo maak je kaas! Dank jullie wel! Ja! Dank jullie wel, jullie zijn een fantastisch publiek! Dank jullie wel! Dank jullie wel! Dank jullie wel! We doen een sierlijke buiging, nog een keer! We doen een sierlijke buiging, top! Oké, wat tof! Stink, heb jij een wind gelaten? Nee, ik geloof. Kap, Bobby! Bobby! Huh? Wat heb je een taart! Wacht even, ik spuug erin! Nou op man, jij staat in een fik! Plassen dan, erin plassen, ik ga niet... Ah! Je gaat er niet met taart plassen, soepkip! Bobby! Oh, hij heeft taart is helemaal verbrand! Oh.
Bobby, wat is nou... Dit is nou de tweede taart die is mislukt. Bobby, wat is nou een verjaardag zonder... Ik wil iets anders lekkers maken. Wat kunnen we nog meer voor lekkers maken voor mijn verjaardag? Ik heb nog bloemkool in de vriezer. Nee, Bobby, het moet een beetje feestelijk zijn. Iets feestelijk. Oh, jongens, help ons eens even. Wat kan je nog meer eten op je verjaardag? Een cake. Een cake, Ernst? Een cake? Ja, maar die oven die is niet meer goed. We moeten iets hebben wat we in een pannetje kunnen maken. Oh, iets wat in een pannetje kan. Wie weet het? Weet jij het? Pannenkoeken. Pannenkoeken? Zullen we pannenkoeken gaan maken, jongens en meisjes? Ja, goed zo. Yes. Wat een goed idee, Bobby. Hé, en Bobby, ga jij me dan helpen? Jazeker. Wat een goed idee, pannenkoeken. Hé, maar wacht eens even, jongens en meisjes. Zingen jullie dan weer met z'n allen mee? Wat een goed idee, pannenkoeken natuurlijk. We maken pannenkoek. Yeah, yeah, yeah. Met appel op een stroop is hier allemaal te koop. We maken pannenkoek. Is pannenkoekenfeest en ik het Europees. De mixie staat te wachten. Klontje boter in de pan. Stook het vuurtje maar eens op. En wacht dan niet te lang. Schenk dan in de rondte. Hou de pan een beetje schuin. Gooi hem drie keer door de lucht. En je pannenkoek is bruin. Een pannenkoek, je mag elke dag. En zing maar mee. We maken pannenkoek. Yeah, yeah, yeah. Met appel op mijn schoot. Is hier allemaal te koop. We maken pannenkoek. Is pannenkoekenfeest. En ik het Europees. Strooi met poedersuiker. Schenk maar met de stroop. En niet zo'n heel klein beetje. Maar een hele hoop. Je moet er nog van groeien. Spek en ananas erbij. Een appeltje elp. Suiker omrij. Een pannenkoek. Je mag elke dag. We maken pannenkoek. Met stroop is hier allemaal te koop. We maken pannenkoek. Het is pannenkoekenfeest. En ik het Europees. Het is een pannenkoek. Helemaal vol met stroop. Het is een pannenkoek. En ik wil er een hele hoop. Het is een pannenkoek. Met achterham of spek. Lekker! Het is een pannenkoek. Geef mij mijn pannenkoek. Het is helemaal te gek. Oh, Ernst, het is helemaal te gek. We maken pannenkoek. Yeah, yeah, yeah. Met appel op mijn schoot. Het is hier allemaal te koop. We maken pannenkoek. Het is pannenkoekenfeest. En ik het er het best. Jongens en meisjes, wat heerlijk pannenkoek. Is die een beetje gelukt, Bobby? Hij is lekker, deze jongen. Wat een goed idee. Maar wacht eens even, Bobby. Nou ben ik jarig, hè? En nou hebben jullie voor me gezongen, de stoel is versierd, overal slingers, we hebben iets lekkers gemaakt. Maar, als je jarig bent, dan krijg je toch ook altijd wat? Dan krijg je... cadeautjes natuurlijk! En Bobby, nou wil het toeval dat ik jarig ben, Bobby. Wat is er? Wat is er? Ik versta je niet. Niks. Wat is er niks? Er is niks. Er is niks! Wat bedoel je, Bobby? Nou, dat er gewoon niks is. Hoe bedoel je niks is? Nou, geen cadeautje. Heb je geen cadeau? Nee, dit jaar niet. Maar volgend jaar misschien wel, Ernst. Vind je het leuk? Dan ben je twee keer zo blij. Ja. Ben je nou serieus? Nee, natuurlijk niet. Ik heb een hartstikke mooi cadeau voor je gekocht, Ernst. Maar ik moet het even gaan halen. Oh? Ik heb het niet nu bij me, maar ik kan het zo eventjes gaan ophalen. Weet je wat? Dan nemen de jongens en de meisjes even pauze. En jij ook. En dan na de pauze krijg jij je cadeau. Ja, oh. Wacht eens even. Dus jij zegt, we gaan met z'n allen pauze houden. En aan het eind van de pauze kreeg ik mijn cadeau. Ja. Vinden jullie dat een goed idee? Ja! Oké, dan zien we jullie straks terug na de zijn pauze. Zijn we zo terug. Ik ga hem even halen. Dag jongens en meisjes. Zo. Dag. Even kijken waar die is. Hallo jongens. Zijn jullie er allemaal weer? Hey, kijk eens wat ik bij me heb. Het cadeautje voor... Ernst, inderdaad. Maar dan had ik iets leuks verzonnen. Ik heb Ernst neergezet aan de zijkant van het podium. Bobby, ik wil mijn cadeau. Aan die kant. Maar ik heb nog wat leuks gedaan. Ik heb hem een blinddoek omgedaan. Bobby, ik zie niks. Zodat hij niet meteen ziet waar zijn cadeautje staat en wat voor cadeautje het is. Maar dan heb ik nog wat leuks. Ernst mag pas komen als we zingen Lang zal ze leven. Wat zeg je nou? Heb je het gehoord? Je mag pas komen als wij zingen Lang zal ze leven. Is dat goed? Ja. Oké, gaan we eerst even tellen. 1, 2, 3.
ernst? Wat is er nou? Je mag pas komen als we zingen Lang zal ze leven. Hè? Hier ben ik. Oh. Je mag pas komen als we zingen Lang zal ze leven. Oh. Dus je was een beetje te vroeg. Ja, Bobby, ik wil mijn cadeau, want ik ben jarig. Maar wacht even, dan wil ik nog wat leuks. Kennen jullie deze ook? Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat... Ernst, wat kom jij nou weer doen? Wat is er nou? Ernst, je mocht alleen komen als we zongen Lang zal ze leven. Dit is Er is er een jarig, dus nog even wachten. Bobby, ik ben jarig, ja, hoor. Weet ik. Zing hem nog eens. Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is... Ik zie niks. Hè? Dat vinden we alle zo prettig, ja, ja. Hij leven lang. Hij leven lang. Hij leven lang. Oh, wat leuk zeg. Hey, wacht even. Doe dat eens alleen met de jongens. Hij leven lang. Leuk. Hey, maar wacht eens. Zijn er ook meisjes in de zaal? Oké, even alleen met de meisjes. Hij leven lang. Zo, wat leuk, man. Wacht eventjes. Even alleen met de moeders. Hij leven lang. Zo, wat mooi zeg. En nou alleen met de vaders. Hij leven lang. Leuk, man. Met z'n allen. Hij leven lang. Hoera, hoera. Hij leven lang. Hoera. En lang zal die leven. Lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria. Ah, oh, Bobby. Bobby, je zou het... Je zou het zeggen, man. Dan ben ik van het toneel gekukeld. Zit er een bult op mijn kop? Waar, hier? Auw, dat doet pijn, Bobby. Sorry, sorry. Oh, kusje. Nee, ik wil helemaal geen kusje. Ik was helemaal vergeten. We waren zo lekker aan het zingen, Ernst. Bobby, je zou het ja, zeggen als... dat is waar ook. Kom maar eens eventjes. Ik heb je cadeau. Ernst, alsjeblieft. Is dit mijn cadeau, jongens en meisjes? Weet jullie wat erin zit? Spannend, spannend. Maak maar open, Ernst. Jij weet het wel, hè? Ik weet wat erin zit, ja. Wat is het? Wat is het? Het is leuk. Ja? Ja. Oké, okay, komt-ie. 1, 2, 3. Het is een... Wat is dit nou weer voor een cadeau? Wat is dit, Bobby? Ernst, dat is een knop. Een knop? Het is een knappe knop. Wie krijgt nou weer een knop voor zijn verjaardag? Jij? Druk er maar eens op, dan verschijnt er iets. Doe maar drukken. Er gebeurt helemaal niks, Bobby. En je moet goed drukken. Anders stonken, druk jij eens. Wat is er? Oh, daar! Ja, dat is waar ook. Hier is die. Ik dacht dat die daar was. Ernst, dit is je cadeau. Is dit mijn cadeau? Vind je het mooi? Ja, weet ik. Ik weet toch niet wat erin zit. Dan pak het uit dan. Jongens en meisjes, zal ik mijn cadeau uitpakken? Ja? Oké. Okay. Hey, weet je wat, jongens en meisjes? Dan pak ik hem morgen uit. Is dat goed? Moet ik hem vandaag uitpakken? Oké, okay, pak ik hem vanavond voor het slapen gaan, pak ik mijn cadeau uit. Goed! Ja, maar wanneer moet ik hem dan uitpakken? Nee. Nu? Ja. Kom op, Ernst. Alle twee een kans. Ja, maar het is mijn cadeau. Ja, maar dan help ik je even. Kijk. Oh, ja, leuk. Wat is er? Wacht even. Als je nou dadelijk ziet wat het is... Dan moeten jullie zeggen, oh, dat is leuk, dat is leuk. Ah. Nee, oh. 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 Ja, of ah, maakt eigenlijk niet uit. Ja, wat zullen we doen? Moeten we wel iets afspreken? Ah. Oh. 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 Zijn we af? Oh. Of ah. Nee, alleen oh. 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 Zo. Oh. Nee, alleen als je ziet wat het is, toch? Oh, ja. Ja, even oefenen. Oh. Oh. Ja, gaat goed. Spannend. Oeh, leuk. Zijn jullie er klaar voor? Wat is nou A of O? O. O. Oké. O. O. Oké, kom ik. 1, 2, 3. Oh. Ja, maar Bobby, dit vind ik echt mooi. Bobby, dit is echt mooi. Dit is een schilderij. Van jou en mij. Wat mooi. Dit vind ik echt hartstikke mooi. Nee, hoe kom je daar aan? Ik heb hem laten schilderen door William Shatner. Ken je die? William Shatner. Die kan ook schilderen. Je kan hartstikke mooi schilderen, maar niet prachtig. Wat is er aan de hand? Hè? Hè? Oh, hey. Bobby, het,
Het schilderij hing toch eerst hier? Jongens en meisjes, bewoog het schilderij. Ah, maar wacht even, wij zijn ook bewogen. Wij stonden ook eerst daar, dus dat is logisch. Ja. Toch? Volgens mij. Nou, weet je wat, jongens en meisjes, ga eens even allemaal zitten, ga zitten. Als het schilderij nou nog een keer beweegt, willen jullie het ons dan zeggen? Ik versta jullie niet, willen jullie het ons zeggen? Oké, nou, wat zou jij nog vertellen? Nou, die William Shatner heeft prachtig met een heel dun penseel, kijk naar jouw broer en zo. Oh, wat is er? Nee. Hij hangt er nog steeds. Jullie moeten het alleen zeggen als die beweegt. Dus ik niet zomaar gaan gillen natuurlijk. Daar hebben we niks aan. Nee. Wat was je aan het vertellen? Die man heeft, en mijn jasje was heel moeilijk, dus hij heeft heel mooi mijn jasje zitten schilderen. Hij heeft mijn petje heeft hij zitten doen. Was, wat is het nou wat weer? Wat is er? Bobby, waar? Een schilderij! Wat is er gebeurd, jongens en meisjes? Wat is... wat was er, Bobby? De boink. Ik hoorde een boink. Hoorde Bobby de boink? Kijk dan, wie is ja, het? Ja. Oh. Wie is het, Bobby? Ik weet het niet. Wat was er aan de hand? Een boef. Een boef. Hier volgt een politiebericht. Nog geen minuut geleden is het schilderij van Bernst gestolen. Het is Ernst. Men spreekt de hoofdcommissaris niet tegen. En het is zeker Ernst. De dieven houden zich schuil in een donker huis aan de rand van het bos. De politie zal er alles aan doen om de dieven achter slot en grendel te krijgen. Ieders hulp is hierbij welkom. Einde politiebericht. Bobby, er is een dief en die heeft mijn schilderij gestolen. Bobby, ik wil mijn schilderij terug. Wat moeten we doen? Ik weet het niet. Hebben jullie die dief gezien? Ja? Wacht eventjes. Dan zingen we het dievenlied en dan pakken we die dief. Is dat een goed idee? Oké. Had je dit verwacht? Stiekem midden in de nacht. Op je tenen sluip je in het rond. We zijn op dievenjacht. We turen en we gluren en we letten heel goed op. Zie ik daar een boevenjas of een boevenkop? Je ziet geen hand voor ogen, het is hier best een enge boel. Als je niet goed uitkijkt, val je boven op je smoel. Maar dieven vinden dit te gek, zo stelen ze maar raak. En niemand die ze hier dan ziet, ja s'nachts stelen dieven vaak. Maar dieven grijp je in een kraag. Ja, dieven vangen we maar al te graag. Laat er zijn Bobby maar met ze stoeien. En we slaan ze in de boeien. Ja. En zie je dieven kijken bij een hele dure zaak. Dan bel je gauw met 112, dat is niet in de haak. En als je dan geluk hebt, pakken ze de dieven op. En krijgen ze voor jaren straf, dan krijgen ze gigantisch op hun kop. Maar dieven grijp je in een kraag. Ja, dieven vangen we maar al te graag. Laat er zijn Bobby maar met ze stoeien. En we slaan ze in de boeien. Ja, en nou jullie, want je hebt jasjes. Dieven. Tasjes. Dieven. Auto. Dieven. En fietsen. Dieven. Stouten. Dieven. En lieven. Maar dieven grijp je in een kraag. Ja, dieven vangen we maar al te graag. Laat er zijn Bobby maar met ze stoeien. En we slaan ze in de roeien. Ja, en zing eens mee! Maar dieven grijp je in een kraag. Slaan ze in de hele grote extra zware, niet te tillen zwaar metalen boeien. Ja! Jongens en meisjes, Ernst en Bobby sluipen 's ochtends heel erg vroeg hun huis uit om het schilderij terug te stelen van die boef. Heel vroeg in de ochtend komen Ernst en Bobby naar buiten als iedereen nog ligt te slapen. Ik schrik me dood, man. Wat praat je raar? Hé? Wil je een glaasje water? Hoezo? Of wil je misschien een tabletje voor je keel?
Wat doe je nou, man? Ben je verkouden? Je praat zo raar. Het is de Bobby gaan op zoek naar... Bobby, ik praat niet raar. Ik praat zo omdat het heel erg spannend is. We zitten midden in een spannend avontuur. Oh, wij... Wacht even dan. Dan ga ik even spannende muziek erbij spelen. Spannende muziek? Oh. Oké. Okay. Komt-ie. Oké. Ernst en Bobby sluipen 's ochtends vroeg. Als iedereen ligt te slapen, het huis uit en komen met de Bobby doen. Bobby, doe nou eens serieus, man. We zitten... Je maakt iedereen wakker. We zitten een schilderij terug te halen. Ik had ineens inspiratie. Bobby, doe nou eens serieus. Spanning. Spanning. Heel goed, heel goed. Ernst en Bobby sluipen 's ochtends heel erg vroeg, als iedereen ligt te slapen, hun huis uit en lopen naar een auto. Ernst en Bobby... Wat was dat? Auto. Bobby, je kan toch niet in een rijdende auto stappen? Oh ja, dat is waar ook. Remmen! Zo, hij staat stil. Schrik me dood, man. Gaat uw gang. Bobby, we moeten een schilderij terughalen. Ja. Doe nou eens serieus. Oh, ja. Ernst en Bobby stappen in een auto en rijden weg. Oh, stoppen! Wat nou weer? De deuren staan nog open. Jij liet gaan nou de deuren openstaan. We gaan rijden met die grote flappers Bobby, open. Weet je wie je allemaal kan nou raken? Eens... Smurfen. Smurfen? Bobby, ik wil graag mijn schilderij terug. Hou je nou eens op. Fijn. En die hebben voorrang namelijk. Met de Bobby. Oh. Ernst en Bobby rijden in een auto nadat de deuren zijn dicht gedaan. Alle deuren zitten dicht. En Ernst en Bobby rijden in een auto. Maar jongens en meisjes, na een tijdje zijn Ernst en Bobby verdwaald. We weten niet meer waar we naartoe moeten. Moeten we nou naar links? Moeten we nou naar rechts? Bobby, heb jij voor mij een kaart? Oh leuk, we gaan kwartetten. Mag ik van jou, van de huisdieren, de keeshond? Keeshond. We zitten in een auto. Oh, auto's. Mag ik dan van de auto de Chevrolet Impala met open dak? Wat ben je aan het doen, Soepkip? Ja, heb ik. Heb je een kwartet? We zijn niet aan het kwartet. Ik wil een wegenkaart van jou. Oh. Waar moeten we naartoe? Naar links, naar rechts? Zo eentje. Ja. Oké. Naar links. Ernst en Bobby. Nee, naar rechts. Naar rechts. Ik had het verkeerd om. Ernst en Bobby gaan naar rechts. Maar na een tijd, jongens en meisjes, zijn Ernst en Bobby niet alleen verdwaald. Het gaat ook nog eens een keer regenen. Oh, leuk. Het regent, de pannetjes worden nat. Toen kwam er een soldaatje aan, die viel op zijn billen. Ben je nou eens klaar, Bobby? Ja. Doe nou eens serieus, ik wil mijn schilderij terughalen van die bie. Ja? Ja. Fijn. En het gaat ook nog eens een keer keihard regenen. Het regent, de pannen worden nat. Toen kwam er een soldaatje... Hou nou eens op. Heel knoeg. Hou op, Bobby. Ben je nou klaar? Ja. Weet je wel, dat houdt al op met regen. Het regent nog maar zo'n klein beetje. Zo'n klein beetje? Ja, zo'n klein beetje. Oh, een beetje regen. Oh, dan kan ik ook een beetje van. Het regent, de pannetjes worden nat. Toen komt er een zonnetje aan die viel op zijn billen. Klaar. Het is klaar. Hey, doe jij de ruitenwissers even aan, Bobby. Druk jij het knopje om de ruitenwissers even. Oh, wacht eens even. Ik heb nog iets veel leukers. Wat dan? Dat is het knopje uit de auto van James Bond. James Bond? Ja, dat is die hele speciale agent. En dit knopje zat in zijn auto. En weet je wat dat knopje doet? Nee. Zal ik het eens laten horen? Wat dan? Moet je luisteren, Ernst. 1, 2. Wat is dat nou weer, Bobby? Dat is het knopje van de schietstoel. De schietstoel? En we worden zo uit de auto geschoten. De lucht in, Ernst. En we komen... Op ons kop in de tuin terecht. Helemaal in de modder. Tot hier. Bobby, we zijn bezig een schilderij terug te... Nou, jongens en meisjes, dit wordt helemaal niks. Ik heb opeens een veel beter idee. Ernst gaat wel even in zijn eentje dat avontuur meemaken. Ernst gaat wel even in zijn eentje dat schilderij terughalen. Met mij. En jij gaat naar huis. Jongens en meisjes, zeg maar even dag tegen Bobby. Bobby, zeg maar even dag tegen die jongens en meisjes. Dag. En nou wegwezen. Dag Bobby, wegwezen. Ik doe de voorstelling wel in mee. Doei. Dag. Maar jongens en meisjes, ik heb een heel goed idee. Want Ernst gaat deze keer... Nee, moet je opletten. Ernst gaat het schilderij terughalen. Maar deze keer, jongens en meisjes, gaat Ernst met het vliegtuig. Natuurlijk met het vliegtuig. Ernst koopt een kaartje bij het vliegveld. Loopt naar de vertrekhal toe. Geeft zijn kaartje aan de stewardess. En Ernst stapt het vliegtuig binnen.
Ernst gaat zitten op zijn heerlijk luie vliegtuigstoel. De deur van het vliegtuig gaat dicht en het vliegtuig stijgt op. Attentie, attentie. Welkom aan boord van deze Bobby 747. Zo dadelijk zal de stewardess langskomen om een klein drankje te serveren. En misschien mag u een klein kijkje komen nemen in de cockpit. Hallo meneer. Bobby, wat doe jij hier nou weer? Nee, ik ben de stewardess. De stewardess. Ik wil een lekker drankje en misschien mag u dadelijk een kijkje komen nemen in de cockpit. Au! Dat doet pijn, Bobby. Oh, sorry, kus. Verdamme, ik... Maar drinkt u lekker een glaasje maar even op, klok, klok, klok. Ik hou niet van wijn. Nee, dat is cola. Kom. Zo, op zo. En dan mag u even, kom maar even kijken. Mag u even een kijkje komen en nemen in de cockpit? Ik wil niet hallo, in de cockpit. Kijken. Ja. Wat een mooi uitzicht u heeft, ja, hè. Fantastisch. Ziet u het? Ja, Nederland, België, Duitsland en zo. En er zijn ook allemaal knopjes, maar daar mag u niet aan zitten, niet hè. Aanzitten, nee, dat is allemaal heel streng verboden. En we hebben een hele speciale, daar mag u zeker niet aan zitten. Dat is deze. Dat is het knopje van de schiet. Oh jee. Bobby, wat doe je nou? Soepkip dat je er bent, nou heb je weer het knopje van de schietstoel ingedrukt. Soepkip! Oh. Je bent echt de allergrootste soepkip die ik ken, weet je dat? Soms vergeet ik te denken, noem een appel een banaan. Zit ik net op de wc, heb ik mijn lange broek nog aan. Hij zou ook kunnen fietsen, met zijn jas verkeerd om aan. Ja. Kan 's morgens vroeg in zijn pyjama buiten staan en zing het mee. En dat kan toch harder. En ook met alle papa's en mama's, hè. En wijs er maar bij. Hey Ernst. Ja. Over wie gaat het liedje? Leuk liedje trouwens. Over wie? Over jou. Ik eet de verkeerde dingen. De kroketten in de jam. Zong tegen oude vrouwtjes of stapte vroeg uit de tram. Zit met zijn mouwen in zijn eten. Houdt zijn hand niet voor zijn mond. Getverdemme. Zegt, hoe moet ik dat nou weten? En valt over een hond en zing maar mee. Oh, maar het kan toch harder. En ook bovenin. En wijs er maar bij. Hey Ernst. Ja. Weet je wel zeker dat het liedje over mij gaat? Oh. Ik val uit alle bomen. Kijk uit, Bobby. Heb een sneetje op een schram. Laat mijn pannenkoeken vallen. Of ga zitten op mijn buitenram. Huh? Rijdt ze niets in alle sloten. Schiet in het verkeerde doel, Bobby. Struikelt over lege flessen. Valt door het wippen van zijn stoel. En zing maar mee. Met z'n allen jongens! En ook alle papa's en mama's, hè! En wijs er maar bij! Hey Ernst! Ja? Dat liedje dat gaat over mij! En je bent er geloof ik nog trots op! Oh. Ja natuurlijk! Als je dan een soepkip bent en je raakt daaraan gewend, bedenk dan goed! Het is best fijn en iedereen kan wel eens een soepkip zijn! En een soepkip maakt het meeste geheim. Zing maar mee. Je bent een soepkip. Met z'n allen jongens. Soep bij de soep. Je bent een soepkip. Dat kan toch harder. Soep bij de soep. Je bent een soepkip. Soep bij de soep. Je bent een soepkip. Met een hele grote vette. Je bent een soepkip. La 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 la. Je bent een soepkip. Soep bij de soep. Je bent een soepkip. Ik ben een hele grote. Je bent een soepkip. En met z'n allen jongens. Hé, weet je het nou, Bobby? Ja, ik weet het, Ernst. Maar jongens en meisjes, het avontuur gaat verder. Want Ernst en Bobby zijn het vliegtuig uitgeschoten, omdat een of andere soepkip op het knopje van de schietstoel heeft gedrukt. Sorry. En Ernst en Bobby bungelen aan parachutes door de lucht. Mooi uitzicht, hè, Ernst? Ja, heel mooi uitzicht. Maar ik zat veel liever nog in het vliegtuig, ja. Ernst en Bobby bungelen aan parachutes boven een heel groot bos. Hé, Ernst, wacht eens. Wat is er? Misschien kunnen ze even dat grote bos nadoen. Dat ziet er wel leuk uit om te landen. Wacht eens even. Jongens, doe allemaal eens je handen in de lucht. Even alsof je allemaal grote bomen zijn. Zo. En weet je na een tijdje... Oh, dan weet ik ook nog wat leuks. Na een tijdje steekt er een windje op. Laat allemaal eens een windje. Nee. Dat zeg je. Als er een windje opsteekt, dan gaan de takken heen en weer. Oh, even met je takken heen en weer. Oh, en dat gaat waaien, jongens. Het gaat waaien. Oh, man. Een orkaan, Ja, jongens en meisjes. De wind gaat al liggen. Oh, daar gaat de wind liggen, jongens. Wat doe je nou? Ik leg hem hier neer, ja?
Bobby, als de wind gaat liggen, dan gaan de takken naar beneden. Oh, de takken naar beneden. Ja, sta nou maar weer op, Bobby. Zo. De takken gaan liggen. Zijn en Ernst en Bobby landen naast een hele grote boom. Ernst en Bobby doen hun parachutes uit en gaan op weg naar het... Bobby, deze kant op. Oh, Ernst en Bobby gaan op weg naar het huis van de boef. Oh, ja. Het is een lange tocht, jongens en meisjes. En Ernst en Bobby lopen de hele dag en de hele nacht door het bos. En aan het eind van de nacht, als het al bijna licht wordt, maar toch nog een beetje schemert, zijn Ernst en Bobby aangekomen bij het huis van de boef. Wat is er? Bobby, wat doe je nou? Oh, ik kan niet meer. Bobby, je moet heel stil zijn. Oh. Ze zijn bij het huis van de boef. Oh. Ernst en Bobby sluipen heel voorzichtig naar de deur toe. Ernst loopt naar de deur en doet de deur open. Open. Bobby, Ernst doet de deur. Bobby, de deur zit dicht. Bobby, de deur zit dicht. Wat moeten we nou doen? Het is een trekdeur. Ah. Zo. Zo, dat gaat makkelijk zijn. Ernst en Bobby gaan naar binnen en opeens valt de deur dicht achter Ernst en Bobby. En het wordt helemaal donker. Ernst en Bobby zien niks meer. Jongens en meisjes, er moet hier ergens een boef zijn. Maar waar is die boef? Zien jullie al een boef? Zien jullie een boef? Ernst en Bobby, zijn jullie op zoek naar dit? Dat heb ik mooi van jullie gestolen. En jullie krijgen het niet meer terug. Behalve als jullie de volgende drie opdrachten goed uit weten te voeren. En de eerste opdracht is, maak een lied. Een lied? Ik geef jullie 5 minuten. Ah, dat is veel te kort om een lied te maken. De klok loopt al. Bobby, wat moeten we doen? Jij bent toch een leuk met die piano. Maak jij eens een liedje. Ja, verzin een liedje, man. Ja, ja, even wachten. Schiet op, we hebben 5 minuten. Nee, maak nou een liedje. Nee, het moet ergens over gaan. Waar moet het over gaan? Jongens, waar moet het liedje over gaan? Een schilderij? Oké, het moet over een schilderij gaan horen. Schilderij, een lied over een schilderij. Een schilderij. Ja, en een beetje variatie. Oh, een schilderij. Ja. En een beetje meer tekst, een beetje meer woorden. En heel erg mooi. En de verf was omdat jij en ik staan erop in je bril stond scheef schilderij. Ja, wat een stom lied, man. Wacht even, dat begin is misschien wel aardig. Oh, Nee, dat liedje over een schilderij. Doe het begin nog eens. Een schilderij. Ja. En ga eens verder. Een schilderij. Dat is ook nog leuk, ja. En een heel erg mooi in de verf. Nee, stop, dat is veel te moeilijk. Wacht, een beetje rap eigenlijk. Ja, kan je daar niet van maken? Een heel mooi schilderij. Kan dat of niet? Een heel mooi schilderij. Ja. Een schilderij. Ja. Een schilderij. Een heel mooi schilderij. Ja. Dat kan toch niet? Een schilderij, een schilderij, een heel mooi schilderij. Ja. Nou, dit is toch een lied, of niet, jongens en meisjes? Ja, natuurlijk. We gaan snel die boef roepen. 1, 2, 3. Boef! 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 Jammer, dat is gelukt. Maar dan nu opdracht 2. Zing hetzelfde lied nog een keer, maar dan zo hard dat zelfs boer Kwartel het kan horen. Maar dat kan nooit. En dat kan nooit. Ja, dat is flauw, wacht eens even. Ja, luister eens. Ja, nou is die weg. Maar boer Kwartel, die is hier helemaal niet en die is hartstikke doof. Wat moeten we nou doen, jongens en meisjes? Nou? Bellen. Telefoon, ja. Bobby, wacht even. Ik heb zijn nummer. Zijn 06, want okay. Hij is vast op het land bezig. Schiet nou op, man. Even kijken. 06. Schiet nou op, Bobby. Hallo, boer Kwartel. Met boer Kwartel. Hallo, met Ernst en Bobby. Bobby? Hoe bedoel je Bobby? Nee, Ernst en Bobby. Oh, Ernst en Bobby. Ja. Zeg dat dan. Praat dan eens wat duidelijker. Ja. Wat is er? Er is een dief en die heeft een schilderij van Ernst gestolen. En dan krijgen we het pas terug als we het liedje zo hard zingen dat u het kunt horen. Ja. Ja, ik luister met mijn oren. Jongen. Ja, dat maakt niet uit. Geef mij die woord maar. En dan ga jij spelen, jongens en meisjes. Willen jullie echt extra hard zingen? Ik wil zo graag mijn schilderij terug. Alsjeblieft. Een schilderij. Een schilderij. Een heel mooi schilderij. Een schilderij. Meezingen. Een schilderij.
Kwartel. Nou, gaan we het nog beleven of zo? Huh? Hij heeft helemaal niks gehoord. Heeft hij niks gehoord? Hebben jullie wel goed gezongen? Jullie moeten ook meezingen. Zitten al die papa's hard omhoog. Zingen. Jullie moeten allemaal meezingen. Wacht even, nog een keertje. Even goed ademhalen. En ook bovenin. En op je allerhardste. Daar komt hij. Een schilderij. Harder. Harder. Een heel. Nog een keer. Een schilderij. Nog een keer. Boer Kwartel! Oh, prachtig niet, jongen. Prachtig. Ging over een schilderij. Ja! Hij heeft het gehoord! Hij heeft het gehoord! Yes. Dank u wel, dag Boer Kwartel! Jongens en meisjes, we gaan snel voor de derde opdracht de boef roepen. 1, 2, 3. Boef! Jammer, de tweede opdracht is ook gelukt. Maar jullie krijgen het schilderij pas terug als ook de derde opdracht gelukt is. Kom op. Zing datzelfde lied. Ja. Met alle jongens en meisjes, ja. Uit volle borst, ja. Achteruit! Ah. Dat kan helemaal niet. Vooruit, dat kan nooit. Nee, natuurlijk kan dat nooit. Want je dacht toch niet dat ik dat mooie schilderij ooit nog aan jullie terug zou geven? Ik zit al lang in het vliegtuig op weg naar het buitenland. Dag Ernst en Bobby. Ah. Wat gemeen, Bobby. Bobby, die boef die heeft mijn schilderij en hij zit in het vliegtuig. Bobby, ik wil mijn schilderij terug. Hoe krijgen we die boef uit dat vliegtuig? Ik weet het niet. Oh, jongens, help ons. Weet jij het? Jij weet het. Je had je vinger meteen omhoog. Hoe? Met mij in het vliegtuig. Ja, maar we zitten niet in zijn vliegtuig. Hoe krijgen we hem uit het vliegtuig? We kunnen misschien op de knop. Wat zeg je nou? Op de? Knop. Op de knop van de schietstoel. Op de knop van de schietstoel. Wat een goed idee. Op de knop gaan we duwen. Jongens en meisjes, gaan ze even allemaal zitten. Natuurlijk. Gaan zitten. Wij gaan op de knop drukken. En dan gaan we even tellen, jongens en meisjes. Zijn jullie er klaar voor? 1, 2, 3. Volgens mij hoor ik wat, Bobby. Volgens mij is het gelukt. Ik hoor wat. Bobby, moet je kijken wat door het dak van het gebouw is gevallen. Het schilderij! Jongen, ja, maar wacht even. Dan komt die boef er ook bij. Die komt ook op ons dak vallen. Dekking! Wat was dat, Bobby? De boink. De boink? Even kijken wie het is. Wie is het? Ik weet het niet. Kijk dan eventjes. De hoofdcommissaris. Ernst en Bobby, er is zojuist een boef door het dak van het politiebureau gevallen. Weten jullie hier iets van? Dat is de boef van het schilderij. Arresteer hem maar. Mooi. Dan kan die meteen de gevangenis in. Ja. En zo zie je maar weer dat ik door mijn jarenlange ervaring en intensieve speurwerk ook deze zaak weer tot een goed einde heb gebracht. Het is goed, hoofdcommissaris. Ernst en Bobby. Hoofdcommissaris. Jongens en meisjes, de boef zit in de gevangenis. Wij hebben de schilderij terug. Wat heerlijk! Yes, we gaan een liedje zingen, Ernst. We gaan het lied gewoon nog een keer zingen. We gaan nog een keer het schilderijlied zingen. Zingen jullie met z'n allen mee? Natuurlijk! Wat een goed met idee! Met z'n allen uit volle borst, jongens! Nee, heel hard! Het schilderij! Met z'n allen! Een schilderij! Dat kan harder! Een heel... Nou, alleen deze kant! Jullie! Een schilderij! Kom op! Dat kan harder! Of kunnen jullie dat harder? Een schilderij, harder! Het... Oh, nog een keer! Met z'n allen! Een schilderij, joehoe! Een schilderij, ja! Met z'n allen! Een heel mooi schilderij! Jongens en meisjes, wat heerlijk! Nou ben ik jarig en ik denk dat ik nog nooit zo'n leuke verjaardag heb gehad. Zoveel jongens en meisjes op visite. Jullie hebben voor me gezongen. Het toneel is mooi versierd. Ik had een mooi versierde stoel. Ik heb een heel mooi cadeau van jullie gekregen. Het cadeau was eventjes weg. Maar gelukkig is het cadeau weer terug. Wat een leuke verjaardag. Maar ja, jongens en meisjes, aan alle leuke dingen komt een einde. Dus ook aan mijn verjaardag. Dus we zijn gekomen aan het einde van de Ernst en Bobby Show. Ah. Vonden jullie het leuk? Vonden jullie het leuk? Dan moeten we misschien... Bobby, kan jij niet een afscheidsliedje spelen? Dat we nog één keer met z'n allen een afscheidsliedje zingen. Oh, ik weet wel één. Dag Sinterklaasje, dag, dag, dag. Sinterklaas gaat niet weg. Oh. Ernst en Bobby gaan weg. Oh, dan heb ik deze wel. Dag allemaal. Tot ziens, dag allemaal. Bobby, wat is dit?
dit nou weer voor een liedje? Dat is hetzelfde liedje als het schilderij, Ernst, maar dan zing je dag allemaal, dag allemaal. Bobby, we moeten iets hebben dat zij kunnen meezingen. En dit dat, kunnen ze nooit meezingen. Dat kunnen ze zo meezingen. Nieters! Welles! Nieters! Welles! Nieters! Niet, niet, niet! Zullen we het eens laten horen? Zing maar eens mee. Dag allemaal, dag allemaal. Nou, tot ziens, tot ziens. Dag allemaal. Nog een keer. Dag allemaal. Tot ziens, dag allemaal. Ja, maar wacht even, wacht eens even. Goed zo. Bij een echt afgrijzelijk jongens en meisjes moet je allemaal gaan staan, gaan ja, staan. Ga allemaal staan. En dan ga je zwaaien. Met twee handen. Zwaaien, met twee handen. En dan zingen met z'n allen. Leuk, wat ziet het er leuk uit. Dus zing maar mee jongens. 1, 2, 3. Dag allemaal. Zing maar mee. Dag allemaal. Dag allemaal. Tot ziens, dag allemaal. Zing maar. Dag allemaal, dag allemaal. Dag allemaal. Dag allemaal. Dag papa's, dag mama's. Tot ziens, dag allemaal. Dag opa's, dag mama's. Tot ziens, ik zeg dag. Ik zeg doei. Dag. Dames en heren, jongens en meisjes, dat was het dan. De Ernst en Bobby Show. Hartstikke leuk dat jullie er allemaal waren. Geef ze nog één keer een hartelijk applaus. Ernst en Bobby! En zing maar mee! Ernst, Bobby en de rest! Dat kan toch harder! Ernst, Bobby en de rest! Met z'n allen! Ernst, Bobby en de rest! Nog een keer! Ernst, Bobby en de rest! Dag allemaal! Dag allemaal. Leuk jullie er waren! Veel plezier nog! Dag!